Het is 1982, ergens in het zuiden van Californië, op een geheim adres. Er wordt op de deur geklopt. De 7-jarige Jen ziet haar moeder schrikken. Wat is er aan de hand? Als haar moeder bang wordt, wordt Jen ook bang. Er staan mannen in zwarte kleding voor de deur. Voorzichtig doet haar moeder de deur open. Is uw ex-man hier? En wat weet u van het plan om president Reagan te vermoorden? Het is de geheime dienst, op zoek naar haar vader. Jen Carson wordt in 1975 geboren als de dochter van Lynn en Jane Carson in Phoenix, Arizona. Ze groeit op in een liefdevol, onconventioneel gezin. Haar moeder is lerares en haar vader huisvader en dealer in softdrugs. Zelf heeft Jen het idee dat ze in een normaal gezin opgroeit. The first few years of my life, my father was home with me, and he was a very hands-on, attentive dad. He brushed my hair every morning, he fed me breakfast, took me to the petting zoo, read me stories. Those are kind of my first memories, very loving, very affectionate, very attentive. Ook al is ze nog jong, Jen ziet de liefde tussen haar ouders veranderen. Van een liefdevolle band gaat het naar ruzies, schreeuwen. Er wordt geslagen zelfs. In 1978 gaan haar ouders scheiden. En een paar maanden later krijgt haar vader een nieuwe vriendin, Susan Barnes. Binnen een jaar trouwt hij met haar. In de eerste jaren gaat Jen regelmatig op bezoek bij Susan en James. Maar vanaf het begin heeft Jen een vreemd gevoel bij Susan. People talk about Charlie Manson eyes and how some people look frightening, and to me she looked frightening. Susan is dominant in de relatie en heeft een nare invloed op haar vader. Hij is niet meer de liefhebbende vader die haar haren vlecht of haar verhaaltjes voorleest. Hij negeert Jen als ze bij hem op bezoek is. Ook het huis van Susan is vreemd. Er staan honderden potten met planten, maar geen meubilair. In haar kinderbrein leek het op de wereld van de tovenaar van Oz, met Susan als boze heks. Ook snapt ze niets van hoe Susan tegen haar doet. Susan heeft het constant over de duivel die in Jen zit en hoe die eruit gedreven moet worden. I had asked her to rub my back before I went to bed. And she scratched my back and said she was going to get the demon out of me. There were 5 red marks from all 5 fingernails, and 2 were open wounds. But more frightening to me than the injury was what she was saying. You know, you can fool your father, but I know you're the devil, and I'm going to get this demon out of you. Als Jen dit verhaal tegen haar moeder vertelt, besluit haar moeder alle contact met haar vader te verbreken. En inmiddels heet haar vader geen James meer, maar Michael Bear. Deze naam zou hij gekregen hebben van God, zo vertelt hij. Dan hoort Lynn, de moeder van Jen, dat haar ex-man en zijn nieuwe vrouw naar het buitenland willen verhuizen. Ze is ervan overtuigd dat ze haar zullen vermoorden en Jen zullen ontvoeren. Dus Lynn neemt haar dochter mee en duikt onder op een geheim adres. Ondertussen gaan Michael Bear Carson en Suzanne Bear Carson inderdaad naar het buitenland. Ze trekken door Europa. Daar dompelen ze zichzelf onder in het occultisme en ze noemen zichzelf pacifistische yogi. Ze zijn ervan overtuigd geraakt dat ze boodschappen krijgen van God. En dat God hun de opdracht heeft gegeven om alle homoseksuelen en heksen te vermoorden. Een jaar later keren ze terug en vestigen ze zich in San Francisco, in het Haight-Ashbury district. Dit staat bekend als dé plek voor de hippiecultuur. Ze trekken in bij de 22-jarige Karen Barnes.
Geen familie van Susan trouwens. Susan is ervan overtuigd dat Karen een heks is en vermoordt haar. Nog voordat het lichaam van Karen wordt ontdekt, vluchten Michael en Susan naar Elder Point in Californië. Daar gaan ze werken op een marihuana-boerderij. Als ze daar een paar maanden aan het werk zijn, krijgt Michael ruzie met een andere arbeider op die boerderij. Michael Clark Stevens. Hij schiet hem dood en verbrandt zijn lichaam. Michael en Susan vluchten weer. De politie wordt ingeschakeld en zij vinden het lichaam van de arbeider, die nog niet helemaal verbrand is. En ze doen onderzoek. Tijdens dat onderzoek vinden ze een manifest geschreven door Michael en Susan. En hierin staat onder meer het plan beschreven om president Ronald Reagan te vermoorden. Niet lang daarna wordt er op de deur geklopt bij Lynn en Jen. Het is de geheime dienst. Lynn schrikt. Ze zitten op een geheim adres en verwachten geen bezoek. De mannen die voor de deur staan zijn geheel in het zwart gekleed. Lynn doet toch maar open. Is uw ex-man hier? Wat weet u van het plan om president Reagan te vermoorden? Uiteraard weet Lynn helemaal niks. Ze is al jaren op de vlucht voor haar ex-man. Dan krijgt ze te horen dat haar ex-man een moordverdachte is en een substantiële dreiging voor de samenleving. Dat blijkt ook wel, want niet lang daarna, in januari 1983, plegen Susan en Michael nog een moord. Ze staan te liften in Bakersfield, Californië en worden meegenomen door de 30-jarige John Charles Hellyar. Tijdens de rit raakt Susan ervan overtuigd dat John een heks is. En ze vermoorden hem. Dit keer lukt het hun niet om te vluchten. En ze worden diezelfde dag nog opgepakt. Jen is 8 jaar als haar moeder op een dag bij haar komt en zegt: ik moet je iets vertellen. Het gaat over je vader. And she said, you know, remember I told you that daddy was very sick. We have now found out he got more sick and he hurt a bunch of people. And they're dead. And he's in jail, so he doesn't hurt himself or anyone else. Hoe jong ze ook is, ze willen alles over weten en gaat krantenknipsels zoeken. Fairly soon after, I found newspaper articles in the house. And I remember the word bludgeon, because I didn't know what it meant. But I read the other words, and I was able to figure out that it said that they'd stabbed her in the neck 12 times. And they hit her over the head. And that's when my lifelong struggle with nightmares began. Vanaf dan is haar leven nooit meer hetzelfde. Ze krijgt nachtmerries. En ze is bang dat ze hetzelfde gaat doen als haar vader. Dat het in haar DNA zit. I remember thinking, I'm the daughter of the devil. You know, I must just be evil. And I was going to probably hurt people too. De jonge Jen gaat door een hel. Elke nacht nachtmerries. Elke keer bang om hetzelfde te worden als haar vader. In elke volwassene ziet ze een seriemoordenaar. Gelukkig voor Jen en voor haar moeder Lynn ontmoet haar moeder in 1984 Michael Gonzalez en ze trouwen. Michael is voor Jen de ridder op het witte paard. Hij is er altijd voor haar en troost haar na elke nachtmerrie. Hij zorgt ervoor dat ze weer vertrouwen krijgt in volwassenen. Ook zorgt Michael Gonzalez ervoor dat Jen de juiste therapie krijgt. Dat ze op scouting gaat. Dat haar leven weer een beetje normaal wordt. Een normaal, veilig leven wat een kind hoort te hebben. Vol liefde en veiligheid. Stukje bij beetje in de jaren erna nemen haar nachtmerries, depressies, angsten en suïcidale gedachten af. Om het echt af te kunnen sluiten, moet er nog één ding gebeuren. En dat doet ze 15 jaar later, als ze 23 is. Ze pakt de auto en rijdt naar de Folsom California State Prison. I had nightmares and I was just a disaster. And I thought, I've had enough of this. I'm gonna go see him. I just want closure. And so I hopped in a car and I went to Folsom. I felt very
very scared. I, in my head, was ready for this visit with glass and a phone. And so I was all ready. And I went and it was open visitation. So the door opened and this man came up and hugged me. And during that visit, he talked for about 3 hours straight. Dit was voor het eerst in 15 jaar dat ze haar vader weer zag. En het was meteen de laatste keer. Voor haar is het afgesloten nu. Als ze nu nadenkt over waarom haar vader geworden is zoals die is, dan is het volgens haar een samenvallen van factoren. I was described as the Titanic. So we all know that there were like 12 factors that sunk the Titanic, right? And so with my father, he had some of those predictors, a long early childhood illness and, you know, and so on. But I think it was the perfect storm. I think it was an untreated mental illness, long-term use of psychedelic drugs, LSD, and also involvement with, you know, a really obsessive, you know, individual, his second wife. And then also, I believe that he's a psychopath. You know, 1% of the population are psychopaths. Some of them become serial killers, some become politicians. In 2015 komt haar vader in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Jen doet er samen met de nabestaanden van de slachtoffers alles aan om dit te voorkomen. This is a dangerous man who has killed several people and he has no remorse. Jen besluit iets te gaan doen met haar ervaringen. In 2015 haalt ze haar doctoraat in social work en gaat aan de slag als trauma-expert. Ook zit ze in het bestuur van de American Association of Suicidology, een non-profit organisatie op het gebied van zelfmoordpreventie. I would encourage any of my friends in the suicide prevention community to come to AS 23 because I think it's vital for the suicide prevention community to gather because this work can be very isolating. And as we build suicide safer communities and lives worth living, we need to build our own resiliency and having a supportive community and gathering can strengthen ourselves and allow us to continue this vital work in the year to come. Over mensen met trauma zegt ze, het is oké om niet oké te zijn. En het is oké om hulp te krijgen, want dingen kunnen beter worden. We zijn veerkrachtig en als we tijd en liefde in elkaar kunnen investeren, kunnen we trauma's overwinnen. En is herstel mogelijk?